eigenlijk voor een kunstenaar als dorst hebben. Je moet drinken. En ik moet schilderen. Dat is geen keuze eigenlijk. Je moet dit doen. Dat voel je gewoon. Ik werk met Cobra omdat... eigenlijk was ik eerst een beetje sceptisch over. Want iedere kunstenaar van vroeger schildert dan met olieverf. En ook met lijnolie, met terpentine en blablabla. En het is wel mooi om dat door te zetten. Alleen terpentine is super slecht voor je. En dat zie je eigenlijk ook bijvoorbeeld onze leraren. Die hebben allerlei maffe gezondheidstoestanden. En dat willen wij gewoon niet. En de kwasten gaan helemaal kapot van lijnolie, van terpentine. En als je met een kunstwerk bezig bent, dan wil je eigenlijk niet bezig zijn met... oh, hoe moet ik het schoonmaken en weet ik veel. Dus, en nu heb je eigenlijk alleen maar water nodig. Je doet het in de waterpot, je maakt hem schoon en hij is schoon. Klaar. En dan hoef je verder nergens meer zorgen over te maken. En het werkt gewoon echt als olieverf.